De week van NACH is eigenlijk ontstaan dat we merken dat onze oudejaars heel veel goede ideeën hebben. Maar wanneer ga je die nou uitvoeren? En wat we deze keer laten zien is dat mensen in een week tijd, en het is natuurlijk maar heel kort, maar één week is ook lang genoeg om heel veel toffe ideeën uit te voeren. Wat kun je nou bereiken als je één week gewoon volle aandacht geeft aan je eigen idee? Mijn naam is Roos Tichelaar, ik ben 22 jaar. Mijn idee is het handschrift van mijn tante te digitaliseren, waardoor zij na de dwarslesie weer zelf kan schrijven. Ik heb oude aantekeningen van haar via de collega's en via mijn oom ook nog een aantal stomme kleine dingen zoals boodschappenlijstjes en dat soort briefjes. Die letters ga ik dan in Illustrator zetten en in een font, dus in een lettertype. En dat handschrift heb ik nu al binnen. Ze vond het heel erg mooi en we hebben daarna samen een brief geschreven. En die brief presenteer ik straks ook. Ik ben Marcel, ik ben 21 jaar. Mijn idee voor het nachtkastje is het ontwerpen van mijn eigen horloge. Twee jaar terug had ik al het idee om een horloge te maken. Het is iets waar je heel veel aan kunt ontwerpen en heel veel dingen mee kunt doen. En ik hou ook wel van horloges, dus het lijkt me echt super leuk om gewoon een keer zelf eentje helemaal te ontwerpen en te maken. En ik ga hem 3D printen, dus dat moet wel lukken. Vandaag is de vierde dag van de week van het nachtkastje en ik heb mijn horloge helemaal af. Mijn naam is Esther de Goede, ik ben 21 jaar oud en het idee op mijn nachtkastje was een tandarts-app. Ja, mijn idee is wel gelukt. Ik heb een applicatie gemaakt waarbij de tandenborstel en de applicatie eigenlijk gekoppeld zijn. En als je aan het poetsen bent, dan kun je eigenlijk zien welke plekjes je nog niet gehad hebben. Omdat het op het schermpje eigenlijk groen wordt, wat eerst dan rood was. Op dit moment zien we meer dan 14 opleidingen meedoen. Van meer dan 9 verschillende hogescholen en zelfs uit het buitenland. Studenten die bij ons studeren en die zeggen van wij willen graag hierin meedoen. En niet alleen voor de studenten, maar ook voor de docenten denk ik dat het echt een waardevol iets is om in één week tijd te kunnen bereiken. Met één week krijg je zoveel nieuwe energie en nieuwe ideeën en nieuwe motivatie. Dat zou gewoon eigenlijk volgend jaar een stuk groter mogen. Maar zeker ben ik heel enthousiast en heel tevreden.